Eerstejaarsklonen. Vorig jaar knollen ontstaan uit aardappelzaad. Tijdens het rooien van de planten vorig jaar heb ik geprobeerd om de slechte looftypes weg te gooien. Nu komen ze tot volle wasdom en zijn ze beter te selecteren. Voor ik ga rooien wil ik de slechte looftype eruit halen om te voorkomen dat ik ze toch bewaar met rooien. Belangrijk is dat ze goed op virus zijn te selecteren als dat erin komt. Vandaar dat deze types niet gewend zijn. Iedere plant is hier genetisch verschillend, maar staan wel per kruising, dus één moeder met één vader bij elkaar. Er zijn hele mooie kruisingen bij, andere zijn minder. Hier haal ik maar één plant weg. Met één hand filmen en met de andere hand rooien is niets zoals je hier wel ziet. De knollen neem ik mee en het loof laat ik liggen omdat dit toch gezond is. Er zijn ook kruisingen waar geen goede plant tussen staat. Die laat ik dan nu maar staan en gooi ze met rooien allemaal weg. Ook alle rassen zijn niet makkelijk. Ook deze week bij Royal Sap, Semagi, Demo en Proefveld geweest. Mooie rondleiding en veel informatie gekregen. En 's avonds het proefveld van de aardappelkwekersvereniging. Zoals je hier kan zien, een vakman aan het rooien. Zonder vork, met blote handen. Zoals je ziet, stengels verzamelen, hand erachter en alle knollen zijn uit de grond. Mooie nestjes met aardappelen. Andere minder door het extreme voorjaar. En hier een prachtige kloon voor de fijnvallende markt met hoog tal. Bedankt voor het kijken.